Koningin Elisabeth is vandaag traditiegetrouw naar de Maria Magdalena Kerk gegaan op haar landgoed Sandringham bij Norfolk. Daar hadden zich enkele tientallen belangstellenden verzameld om een glimp op te vangen van de Queen, die in de auto werd vergezeld door een hofdame. Kleinzoon Peter Philips, de oudste zoon van prinses Anne, was ook in de kerk, maar hij arriveerde te voet. Op de vraag van omstanders hoe het met zijn oma ging, antwoordde hij met een kort alright. Volgens koningshuisfans oogde de koningin ter neergeslagen, zo meldde de krant Metro op haar website. Dat werd toegeschreven aan zorgen over prins Harry en Meghan, die vorige week met de mededeling kwamen hun eigen gang te willen gaan, los van de koninklijke familie. Over die wens is maandag beraad in Sandringham, waar de koningin, prins Charles en zijn zoons William en Harry samenkomen voor nader beraad. Volgens Britse media praat Meghan via een videoverbinding mee vanuit Canada. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.